Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Donna. En wij gaan vandaag een mukbang opnemen. Een hele leuke mukbang, namelijk een sushi. Dus daar hebben we mega veel zin in. Als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En ik zal ook even jouw Instagram in beeld zetten. Nou. En dan gaan we snel beginnen. Zin in! Dit is mijn eerste sushi mukbang. Echt? Ja, echt. Oh, wat spannend. Oké. Er zit een cadeautje bij. Wat leuk. Maar het is tonijn, volgens mij. Oh. We zijn er alweer aan het begin. We vinden echt alles lekker, behalve tonijn. Geen tonijn. Dus, nou. Een cadeau. Ja, ik denk wel dat tonijn niet leuk is. Nou, nu durf ik niet, omdat jij... Nou, laat even lekker het dekseltje erop dan. Nee, dit is tonijn. Ja, hè? Oké, ik zet hem hier neer voor de sier, ja? Voor de vibes. Voor de vibes. Oh. Maar we gaan een video maken over Instagram en YouTube en TikTok. Oké, maar misschien is het leuk om eerst te vertellen waar we een soort van actief op zijn. Ja. Wil jij daarmee beginnen? Zal ik beginnen? Dan neem jij de eerste. Oké, we nemen wel eerst een hap. Dat is beter. Laten we dat doen. Denk je dat dit is garnaal, denk ik, hè? Is dat geen kip? Volgens mij is dat kip, schat. Oké, ik neem die. Ja? Dan doe ik dat ook. Wel dezelfde. Oh. Wacht, zullen we dat daarop zetten misschien? Dit wordt echt een ramp. Oh, nou. Dat... Ik moet toegeven dat ik met stokjes eet. Dat gaat soms niet goed af. Bij mij ook niet. Maar het is gewoon de real life. Ja, we zijn geen experts. Ja? Ja. Ik ga me nog even onderdompelen in de soja. Nou, dit krijg ik nooit in mijn mond. Heel lekker. Toch? Ik vind het heel lekker. Maar het is ook precies goed. Niet warm en niet koud. Nee, het is echt precies goed. Ik ging vertellen. Nou, ik heb natuurlijk een YouTube kanaal. Daar ben ik actief, maar niet heel erg. TikTok plaats ik eigenlijk niet zoveel. Maar zou ik meer willen plaatsen. Maar vind ik wel heel leuk om te doen. En Instagram, daar ben ik nu eigenlijk het meest mee bezig. En ja, ik denk dat ik Instagram ook wel het leukste vind. Ja. Mm-hmm. Zo, heb je YouTube nou gezegd ook? Ja. Oh ja, YouTube. Ja, maar dit komt YouTube natuurlijk star. De YouTube star. Ja, en ik zit best wel, ja, het meest denk ik toch wel op Insta ook. Mm-hmm. Instagram. En ook toch wel op TikTok. En ik vind TikTok wel heel leuk, maar ik vind het soms ook heel moeilijk om dan leuke video's te maken. Dus daar plaats creatief ik wel minder zijn. Op. Ja, precies, creatief te zijn. Soms zie ik een trend. Er zijn ook heel veel dansfilms en dan denk ik nee. Maar mijn ritmegevoel, dat heb ik, dat is er zeg, dat is er niet. Dus ik zie mij niet, ik ga niet voor de dansvideo's. Dat ziet er echt niet uit. Mm. Maar dat je wel heel snel bereik krijgt. Dat klopt. Op TikTok krijg je echt, dat is echt bizar. Video's waar je geen moeite in stopt, die gaan altijd heel goed. Mm. En je opeens heel veel weergaaf dat je denkt, hoe kan dit? Misschien moeten we het gordijn dicht doen. Aan de achterkant. Zal ik het proberen? Oké, waar we samenwerking mee hebben. Nou... Ga jij maar eerst. Ik ga eerst even deze eten. Of zou ik de leukste dat kan ook. Oké, via... Ik vind het leukste, vind... denk... Naked. Vind ik chill. Mm-hmm. Vind Lovies leuk. Ik denk wel dat Lovies een van de favorieten is. En ook wel makkelijk om natuurlijk te maken. Voor de rest hebben we samenwerking met Most Wanted. Ja. Voor de rest... Welke samenwerking hebben we nog meer allebei? Even denken hoor. Nou, dat zijn een beetje de vaste dingen, hè? Ja, God's Gusto hebben we ook allebei gehad. Vera Moda. Oh ja, Vera Moda. Vera Moda. Villa. Villa? Nee. Heb je hem gehad? Ik heb nog nooit Villa gehad. Ja, die allemaal een beetje, denk ik, toch? Nu is dit echt saai, hè? Als je dit hebt geproefd. Dat is altijd. Ja, en dan dit zijn echt, die zijn echt het lekkerst. Deze heb jij gegeten, toch net? Ja, komkommer. Het is lekker, ja. Gewoon normaal. Ja, maar die samenwerkingen zijn wel denk ik... Ja. Dus die we hetzelfde hebben, maar voor de rest hebben we heel veel... Elke keer nieuwe samenwerkingen. Mm-hmm. Dat je elke keer iets anders hebt. En hoe je daaraan kan komen is door... Ja, hoe komen we eraan? Ja, of je wordt benaderd door Je kan dus benaderd worden door een bedrijf. Ja, dus als je zeg maar je mail hebt gelinkt aan je Instagram... Dan, ik ga deze even nemen. Ja, doe jij dat. Dan kan je een mailtje ontvangen. Dus het kan heel vaak zijn, nou, tenminste dat hebben wij, dat we dus benaderd worden. Maar je kan ook, als je een bedrijf wil, gewoon denken van joh, ik doe de stoute schoenen aan en ik stuur gewoon zelf een mailtje. Want je moet ergens beginnen, toch? Mm-hmm. Zelf een bericht sturen is ook echt heel goed om te doen. Oh, Manfield hebben we trouwens ook al bij. Mm, de schoenenwinkel Manfield. Ja. Die is ook echt leuk. Dezelfde laarzen, let's go.
Oké, nee, maar ik ga nu een beetje door de war. Dus hoe je aan samenwerking kan komen is doordat bedrijven jou mailen. Je kan zelf bedrijven mailen en je hebt natuurlijk bepaalde apps die je kan gebruiken. Ja. Zullen we een paar opnoemen die handig zijn? Dus daar kan je je aanmelden en dan zie je de samenwerkingen voorbij komen. Ja. Die je dan, ja, hoe zeg je dat, voor kan aanmelden en dan kan je daarvoor gekozen worden. Precies. Ik vind zelf de site Influentials. Ja, die vind ik heel chill. Ja, die vind ik ook heel chill. Vooral omdat daar echt super veel leuke campagnes op staan. Ook gewoon echt van, ja, best wel grote bedrijven, grote merken. Mm-hmm. Ik heb een keertje een samenwerking met Maybelline via daar gehad. En dan kreeg ik allemaal make-up en ook nog een vergoeding. Dat was echt super leuk. Ja, daarbij staat ook een vergoeding, precies wat je moet doen. Ja. Dus je weet eigenlijk gelijk wat je kan verwachten. Waar en daar kan je voor bent. Aanmelden. Precies. En je hebt dus ook een event. Kan je dan ook, wij hadden dus samen een event via Influentials. Maar je meldt je dan aan en dan kunnen ze jou kiezen, hè? Dus die vind ik ook wel, denk ik, het fijnst. Daar kan iedereen zich voor aanmelden. En dan kan je gewoon je TikTok en je Instagram kan je gewoon allemaal connecten. Dus dat is eigenlijk wel top. En voor de rest... Dus even te denken... Dat Brand Hero... Heet dat Brand Hero? Ja, ofzo? Dat vind ik niet zo fijn. Vind ik ook niet zo fijn. Nou, daar had jij een samenwerking met Naked mee. Ja. En Vera Moda. En Villa ook. Oh ja. En Vera, maar wat daar een beetje was, maar ik weet niet of dat aan de app ligt, is dat je... Je moet dus eerst om goedkeuring vragen. Ja. En het uploaden en zo. Ja, dus je moet... Ja, je hebt echt hele strakke data waar je aan vast zit. Ja. En je moet natuurlijk binnen een grenzen. Ja. Want ik had met dat topje... Oké, ik had een samenwerking met Vera Moda en toen had ik een topje. Storytime. Toen had ik dus een topje gekregen van dat merk. Toen had ik daar een foto mee gemaakt. Toen stuurden ze naar mij als... reactie terug. We willen dat de jurk helemaal in beeld is. Toen dacht ik... Het is geen jurk. Het is een topje. Welke jurk? Ja, dat. Nee, maar daarom is dat gewoon niet heel chill als je het eerst moet laten controleren. Ja. En ik vond ook dat er best wel vaak storingen en zo waren. Waardoor je het dan weer niet kon uploaden. Dat je dan een deadline had. En als je gewoon contact hebt met iemand via de mail, kan je gewoon zeggen van, joh, het lukt me even niet om het voor die tijd te doen. Dus kan ik misschien wat uitstel krijgen. Weet je wel zo... Dus dat scheelt wel heel erg. En je moet ook best wel veel. Ja, klopt. Soms echt 10 stories. Ja, ik heb... Dat je ook tegen mij zei, hoe ga ik 10 stories vullen? Wat is interessant. Hmm. Maar en ik vind zelf ook, weet je, ik heb Join? Nee. Is dat chill? Ik vind Join echt super chill. Je hebt daar ook gewoon hele leuke campagnes op. En dan kan je gewoon in... Bijvoorbeeld? Even denken, Lucardi staat er vaak op. En... Yves Rocher volgens mij ook. En ik had er laatst eentje, wat was dat ook alweer? Maar moet jij dan zelf... Is het een beetje zoals Influentials dat je zelf... Je geeft je op, maar je kan dus ook zelf zeg maar invullen wat je voor een post wil qua vergoeding. Oh, oké. Okay, dus dat is heel chill. Dat je gewoon in plaats van dat er een standaard bedrag is voor iedereen, kan je gewoon zeggen van ik wil dit, ik wil dit graag hebben, zeg maar. Mm-hmm. Dat is wel echt heel chill. Mm-hmm. Ik vind dat ook wel lastig, hoeveel je moet vragen. Mm-hmm. Dat is wel ook echt een ding. Dat je verwacht heel vaak van, oh ja, je kan er echt niks mee verdienen. Maar je moet eigenlijk echt gewoon lef hebben en zeggen, dit wil ik ervoor hebben. Want anders gebeurt er echt niks. Want het liefst hebben bedrijven eigenlijk gewoon dat ze kleding opsturen, dat jij een foto maakt. En klaar. Maar, ja, en klaar. Maar ja, en bij sommige bedrijven vind ik dat niet erg. Zoals bijvoorbeeld bij Lovies of zo, dat je dan... Klopt. Is de kleding gewoon heel leuk, dus dan draag je het gewoon. Dan hoef je geen kleding te kopen in plaats van dat je dat hebt. Ja. Maar soms vind ik het ook wel een beetje... Ja, vooral, kijk, zeg maar de foto maken is één ding. Ja. Maar het plaatsen is ook allemaal prima. Maar heel vaak heb je bijvoorbeeld ook het logisch of zo je foto gebruiken. Ja, klopt. En normaal, dat kost ons gewoon natuurlijk tijd. Klopt. En zij gebruiken het in principe gewoon gratis als promotiemateriaal. Mm-hmm. Dus ja, daar stem je gewoon in als je samenwerking mee aangaat. Maar dat is toch wel iets om over na te denken, weet je wel? Klopt, zeker. Oké, okay. Volgende vraag. Minst leuke samenwerking, vind je dat leuk om te vertellen? Of iets waar je eigenlijk niet echt achter stond? Ik had één keer van Oral-B. Was dat niet goed? Nou, wat het dus was... Kijk, voor sommige dingen krijg je natuurlijk een vergoeding... En ja, we zijn gewoon, je bent er gewoon eerlijk over. Dan doe je het wel natuurlijk eerder dan... Ja, omdat je er geld mee wil verdienen. Dat klopt. Ja.
En ik had toen een samenwerking met een, dat ik een tandenborstel kreeg. En ik vond en de tandenborstel chill en de vergoeding chill. Binnen, binnen, binnen. Maar ja, een foto met mijn tandenborstel op Instagram, hè? Ja, weet je, dat had ik echt. Ja, dus dat is wel een beetje dat je dan... Ja, daar stond ik dan eigenlijk toch niet helemaal achter. Maar het is wel een goede... Maar ja, is dan een minst leuke? Wat is echt een minst leuke? Weet jij iets? Nou, nee, ik zit echt oprecht even te denken, maar ik kom er gewoon niet op. Maar ik, in het begin deed ik ook best wel veel dingen, zeg maar, wat kleine niet, bedrijven. Ja, wat niet mode gerelateerd was. Dus dan deed ik bijvoorbeeld iets van eten of drinken of zo. Dat is echt super leuk, maar het is gewoon heel onhandig. Dat ik denk van, hoe moet ik daarmee op de foto gaan? Zo zit ik dan een beetje te bedenken van, dit is een beetje random hoe ik zeg maar nu. Met een blikje zo, hallo. Ja. Dat vind ik gewoon niet echt, ja... Maar heb je wel eens iets gepromoot waar je niet achter stond? Dat je dacht, ik vind het eigenlijk toch niet chill? Nee, eigenlijk niet. Ik denk Want ik heb dat soms dus een beetje met Shein. Want ik vind Shein wel goed. Oh ja, die wij ook wel bij trouwens. Ja, Shein hebben ook allebei. Maar wat met Shein natuurlijk soms is, de kwaliteit is natuurlijk niet altijd goed. Het is wel veel beter dan de eerst. Ja. Dat sowieso, dus het is wel echt al... Nee, inderdaad, ik snap wat je bedoelt. Dat je eigenlijk dan... Kijk... Bijvoorbeeld, ik maak dan een YouTube-video over een hele bestelling. Maar niet alles is altijd helemaal goed. Nee. Maar dan zeg ik dat ook wel eerlijk. Ja. Maar inderdaad, dat je wel gewoon eerlijk bent, dat is gewoon heel belangrijk. Alleen op YouTube kan je dus heel vaak eerlijk vertellen. Maar op Instagram kan dat niet. Nee, hè? Dan kan je niet een foto hebben. En... Ja. Ja. Dat is waar. Nee, inderdaad, met Shein is dat sowieso wel. Zo met Common Catch Fashion. Oh ja. Ja. Combat Fashion is ook wel gewoon een leuk merk, maar... Kwaliteit is ook niet altijd helemaal top. Ja, maar ik heb dat soms sowieso wel. Dan is er is echt altijd wel kleding. Logisch heeft dat soms ook. Naked heeft dat soms ook. Ja, waarvan je denkt van, oh, dit had ik of anders verwacht. Mm-hmm. Of net even wat betere kwali, zeg maar. Dat je denkt, nou. Kwaliani. Ik zit na te denken over iets anders. Ja, gewoon vroeger heb ik gewoon best wel vaak samenwerking gedaan. Dat ik dacht, ja. Ja. Gewoon te snel ja gezegd. Voor een armbandje, voor... Toch? Ja. Ja, dat waren dan je eerste samenwerkingen. Ja, in het begin dacht ik alleen maar, oh my god, dit is leuk. Oh my god, ze vraagt me hiervoor. Ja. Wat moet ik doen? Ja. Dit moet ik allemaal doen. Dit moet ik allemaal hebben. Ja. Maar ik zit na te denken of er nog iets meer is. Moeten we even vermelden hoeveel volgers we hebben? Ik zet dat wel in beeld. Oh. Of is dat handig om te vertellen? Ja, ik weet niet. Nou, ja, dat is wel leuk misschien. Misschien moeten doen. Ja, misschien ook hoe snel we dan zijn gegroeid. Op Instagram. Ja. Nou, ik ben nu een jaar bezig met Instagram en TikTok. Op Instagram heb ik volgens mij nu 8000, wat was het? 8200 of zo. Ja. En op TikTok 13.000. Ja, TikTok is echt... Ja. Maar TikTok kan je gewoon zoveel sneller... TikTok, dat komt echt puur en alleen door de allereerste lockdown. Ik wil door de lockdown zeggen, maar dan weet niemand over welke ik het heb. En toen ging ik dat downloaden en filmpjes maken en toen is dat gewoon echt super hard gegaan. Ontploft. Ja, dat is echt... Ja, maar ja, iedereen zat daar toen op natuurlijk in de lockdown-tijd. Ja, ik durfde het toen nog niet online te zetten. Oh, ik had het ook wel een beetje in het begin. Ik dacht, heel mensen gaan mij stom vinden. Ja, schijt. Maar ik vind TikTok heel ander publiek natuurlijk. Dus ja, dat vind ik ook wel anders. Ja. Ik proef de avocado helemaal niet hoor. Ik een beetje. Maar ik vind het inderdaad niet... Ik vind het niet storend. Ik vind het gewoon overheersend al die andere lekkere... Ja, het is lekker. Sorry trouwens. Ik pak alleen voor mezelf. Heel, heel onbeleefd. Nee, ik hoef niet... Of niet meer zo, ja. Nee, bij mij op Instagram, ik heb nu ook 8000 volgers of zo. 7000, 8000. 20. En ja, ik denk nu ook dat ik ongeveer een jaar serieus bezig ben. En daarvoor plaatste ik gewoon soms. Maar ja, wat wel heel erg helpt is als je heel actief bent natuurlijk. Ja. Dat helpt echt. We moeten zo ook even onze tips delen. Voor elk platform. Oh, platform, ja. Dat is leuk. Platform. En TikTok heb ik echt weinig. Volgens mij heb ik TikTok 3000. Nou, maar jij krijgt altijd echt super veel views. Maar ja, je moet dus... Ja, het gaat eigenlijk meer om de views dan om de volgers. Klopt, dat is een beetje het ding. Je plaatst iets en dan opeens... Je mega veel views. Mm-hmm. Dat is altijd. Oh, hier zit zo'n staartje in van die garnaal. Vind je dat niet lekker? Ik heb dat op? Ja. Oh, maar dit gaat niet goed. Ik verplet hem helemaal. Kijk, hij ligt helemaal uit elkaar. Oh. Kan je dat gewoon opeten? Ja. Echt? Ja, ik kan hem opeten. Zeg ik nu iets heel raars, zegt iedereen straks in de comments. Ik weet niet of ik de deur voor. Ik ga hem denk ik eraf halen. Hoe ga je dat eraf halen dan?
Oh, nee, dat kan niet. Stress. Wist je dat ik, dit is pas mijn 6e keer sushi of zo, hè? Een jaar geleden heb ik nog nooit sushi gegeten. Ik lust ook nooit sushi. Ik zweer het. Echt? Ja. Ja, ik lust inderdaad ook geen sushi. Ik weet niet eens maar bij wie ik het eerst had gegeten. Volgens mij moet je dat een beetje leren eten. Ja. Want ik lustte echt, vorig jaar lustte ik ook geen garnaal en zo. Ik eet hem wel op dat staartje. Als ik dood ga, zit Nee, je proeft dat helemaal niet. Oh, maar hij ligt echt helemaal uit elkaar. Maar ik weet niet meer wat ik kan vertellen. Nou, we gaan verder. Onze tips? Zijn de tips denk ik? Oh ja. Oké, de eerste tip is, als je wil beginnen, gewoon beginnen. Ja. Ja, dat is wel echt zo. Ik hoor altijd echt, oh, ik durf niet te plaatsen, want wat gaan mensen wel niet van me denken? Boeien. Ja, het lukt gewoon echt plaatsen. Wat boeit dat? Ja. Maar ik vond het in het begin ook wel een beetje spannend. Vooral omdat ik denk, mensen gaan je al heel snel influencer noemen. Mm. En dan denk ik altijd van, omdat daar zeg maar zo'n soort van stigma... Ik noem mezelf ook een influencer. Noem jij jezelf een influencer? Ja, in principe wat je doet is inderdaad influencer. Maar ik weet niet, voor mezelf ik een beetje cringe om mezelf een influencer te noemen. Maar ik weet niet waarom. Het kan wel, toch? Nee, het kan zeker. Maar het is meer gewoon dat mensen, oh, wil je influencer worden? Tegen je gaan zeggen. Oh, ik lik altijd te veel, vaak aan die stokjes. Tip 1, gewoon plaatsen. Ja, gewoon plaatsen. Tip 2. Eerst voor TikTok tips of voor Instagram? Laten we eerst Instagram doen. Tip 2, vind iemand waarmee je het leuk vindt om foto's te maken. Is het voor Instagram? Ja, 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 ja. Nee, dat is echt heel belangrijk. Want het is gewoon echt belangrijk dat je leuke foto's hebt om te plaatsen. Überhaupt. Ja. Want ja, wat ga je anders plaatsen? Mhm. Dus als je gewoon iemand die je hebt, gewoon een vriendin die in de buurt woont. Ja. Nou, wij gaan echt elke week dan op pad leuke plekjes zoeken. En hij stopt één keer met filmen en dan moet ik hem even opnieuw aanklikken. Wat was de tip? Samen foto's maken, dat is heel belangrijk. En ik heb eigenlijk nog een tip wat we eigenlijk zelf niet meer gebruiken. Wat dan? Nou, je moet eigenlijk wel echt een feed creëren qua dat je ook niet jezelf alleen in beeld, maar ook anderen. Want dan hoef je dus niet altijd foto's van jezelf te plaatsen, maar kan je foto's van Pinterest bijvoorbeeld gebruiken. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een tip, maar die moeten we zelf nog toepassen. Maar wat wel het nadeel daaraan is, ik heb het wel eens geprobeerd, maar je krijgt altijd dan met dat soort foto's veel minder likes. Omdat mensen volgen je wel omdat ze het leuk vinden om, om jouw foto's blijkbaar Klopt, te zien. Zeker. Dus als ik dan een foto, zo'n Pinterest foto, dan denk ik echt, wat is dit? Maar wat wel zo is, dan is de feed wel mooier. En ik volg ook heel veel mensen om een feed. Heb jij dat niet? Dat je mensen volgt omdat wel. Het er leuk uit vindt zien en dan kan je er inspiratie uit halen. Dat klopt. Maar ook inderdaad, de aesthetic is echt heel pretty. Ja, dan denk ik, dan volg ik jou omdat ik gewoon je fiets er leuk uit vind zien. Nee, ik snap wat je bedoelt. Dat is wel echt waar. Ja, dus foto's samen maken. Wat ook heel belangrijk is, dat heb ik geleerd van Donna. Hashtags gebruiken. Dat is echt het allerbelangrijkste. Want soms kan je foto gewoon wel iets van... Nou, ik zeg maar wat 14.000 keer bekeken worden. Ja. En dan is er bijvoorbeeld 10.000 zijn niet jouw volgers. Dat komt dan gewoon via hashtags of dat is wel echt bizar, vind ik. Ja, dat is wel echt voor je bereik. Is het echt een aanrader. En je kan er 30 gebruiken per post. Ja. Gewoon lekker doen. Ja. Lekker ook de plaats waar je foto's En je kan ze ook in de comments doen. Je hoeft ze niet per se in je caption te doen. Hele goede tip. Ik vind dat zo lelijk in je caption. Hots in de comments. Mm-hmm. Ja, in de comments. Laat ze achter in de comments. Ik zit even te denken, wat nog meer? Wel, echt goede hashtags. Ja, moet even kijken op ons profiel. Ja, dat is toch zo? Check it out, ja. Nee, maar niet van die algemene gebruikers zoals hashtag fashion. Denk ik, echt miljarden mensen gebruiken dat. Dan gaat niemand jouw foto zien. Maar als je kleding aan hebt, bijvoorbeeld van Most Wanted of Logisch, of ik zeg maar van taggen. Dan moet je sowieso een hashtag van gebruiken. Want mensen kijken heel vaak, heb ik ook. Nou, ik had bijvoorbeeld vandaag een zwart giletje. En toen dacht ik, hoe ga ik dit combineren? En toen dacht ik, ik kijk gewoon bij Lovies hoe iemand anders het heeft gecombineerd. En dan, dat soort, zo denken mensen meer, denk ik. Ja. Dat hoop ik. Maar echt. En verder voor Insta, ik zit even te denken. Hashtags dus. Veel plaatsen. Ja. Stories helpt ook, maar ook gewoon... en meer een beetje meenemen in je leven, denk ik altijd. Maar ik weet niet of dat altijd Ik heb daar altijd moeite mee. Ik vind namelijk ook een stories plaatsen heel lastig. En vooral als ik praat. Ja, dat doe ik eigenlijk nooit. Ik durf dat nooit. Maar met zo zo'n poll en zo, dat werkt wel echt. Ja, hoe klopt. Je dat zo'n vraag inderdaad. Ja, vraag gewoon wat je volgers leuk vinden om te zien. Ja, dat is echt wel een goede tip. Oh, en wat ook heel erg helpt. Want anders krijg je ook... Oh, die man die loopt. Oh, wat ook heel erg helpt is bij andere mensen reageren. Ja, klopt. Als je ontdekt wil worden, moet je echt bij andere mensen reageren. Ja.
Ja, gewoon een beetje ja. En hoe kom je daarbij eigenlijk? Via een hashtag. Oh ja, via een hashtag. Ja. Of je kijkt gewoon bij iemand anders van, oh, wie heeft daarop gereageerd? En dan kan je daar ook op reageren. Ja, en elkaar volgen. Denken. Oh, jij kan wel iets over hypegroepen vertellen. Ja. Dat is wel interessant. Ja. Welke die zijn er wel. Dat is kip, dat is garnaal. Jij wil de kip graag, toch? Ja. Wil jij liever garnaal? Ja, dus dat komt eigenlijk... Ja, daar komt het goed uit. Nee, je hebt wel een soort van... Ja, hoe zeg je dat? Hypegroepen of supportgroepen op Instagram. En dan zit je met een paar meiden gewoon in een groepje. En dan op WhatsApp, toch? Ja, WhatsApp of Insta kan ook. En dan kun je gewoon afspreken van... Joh, zullen we gewoon op elkaar foto's leuk liken, reageren. Ja. Om elkaar soort van te boosten, omdat... Algoritme van Insta is echt één grote grap. Ja. Letterlijk, in het begin hadden we allebei echt super veel likes. Ja, ik had ook echt eerst sowieso 1000 likes. Minimaal 1000 likes. Ik heb nu echt niet meer. Het is helemaal naar de getver. Ja. Dus dat helpt wel echt in het begin als je dan leuk even op elkaars foto reageert. Wel een beetje mensen die dezelfde interesses hebben, dat je dan hots boost. Ja, dat moet ik echt nog even doen. Dat moet jij ook af. Nou, het hoeft niet, maar het is wel slim misschien. Ja. Ja, ik ben dan bang dat ik niet op andere mensen ga reageren. En dan stelt het natuurlijk dan... Nee. Dat is een beetje gek natuurlijk. Ja. Dat vergeet ik dan. Ik knijp te hard in die sushi. Ja, het is wel hele... Dat merkt het. Het is hele verse, want het valt uit elkaar. Het is helemaal heel goed in. Fragiel. Ja. Helemaal fragiel. Oké, dan hadden we nog de brandende vraag. Hoeveel geld we ermee verdienen? Of moeten we eerst nog de tips delen? Moeten we eigenlijk afmaken? Welke tips nog meer? Nee, voor Instagram was dat denk ik wel. Ik denk het ook. En ja, voor TikTok. Ja, TikTok is echt... TikTok ook wel hashtag. Hashtag for you, babe. Ja. Ja, hashtags gebruiken. Maar dat is echt... TikTok snap ik eigenlijk niet echt. Qua hoe je nou... Hoe je viral gaat, volgens mij is het echt super random. En vooral als je een trending sound gebruikt, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Dus stel er gaat inderdaad een sound die heel veel voorkomt, dan moet je die echt zeker gebruiken. Dan moet je erop meeliften. Ja. Nou, wij gaan straks ook TikTokjes maken. Voor Logisch. Logisch weer in actie gaan we plaatsen. Mm-hmm. Nee, en verder, hoeveel we daarmee verdienen? Mm. Ik wil daar als eerst wel even iets over zeggen. We hadden het daar net al in de auto over. Ik vind dat daar echt heel erg een soort van taboe op rust. Sowieso onder de grote influencers. Ook over tips delen. Ja, dat het altijd maar een beetje vaag is wat iemand... Ja, je hoeft natuurlijk niet te zeggen, dit verdien ik. Maar als het wordt gevraagd, is het echt soort van... Maar het is ook wel lastig hoor. Want bijvoorbeeld met YouTube, dan vraagt iemand hoeveel verdien je met YouTube. Maar ik kan dat niet zeggen. Nee. Precies omdat het niet elke maand hetzelfde is. Nee, klopt. Maar soms lijkt het een soort van complottheorie. Zo geheimzinniger over doen. Maar ja, inderdaad, het verschilt natuurlijk. Dus het is wel moeilijk om er iets over te zeggen. Maar wat ook zo is, het is minder dan je denkt. En het kan veel meer zijn. Ja. Want eigenlijk doe ik niks aan nadeel. Want doen we het niet op goed, want we kunnen echt er veel meer uithalen. Dat denk ik ook. Mm-hmm. Maar dat is ook wel lastig of zo. Kan je ook samenwerkingen kwijtraken. Je kan, het is maar net wat je belangrijk vindt. En, durf jij jouw meest verdiende samenwerking te delen? Waar ik het meeste geld op heb? Ja. qua makkelijk of qua monies. Even na te denken. Ja, ik denk dus die van Oral-B. Ja? Ja, want ik had daar... Was dat veel geld? Was 350 euro. Oh, ja. Ik vind dat echt bizar. Ik vind dat ook bizar. En toen moest ik letterlijk één story maken en een unboxing in de vlog. En toen dacht ik echt, Maar niet bizar als in, je verdient het gewoon. Want er zit gewoon tijd in, moeite. Dus het wordt, maar ik vind het wel een soort van cool dat het kan, zeg maar. Ja. Dat je gewoon, want van ons is het eigenlijk alweer een beetje als een hobby begonnen. Maar je kan er gewoon echt... Ja, goed geld mee verdienen. Ja. Ook al heb je niet... Mensen zeggen altijd, vanaf 10.000 volgers ga je pas geld ermee verdienen. Maar dit is, bij deze is het ontkracht. Dat is dus niet waar. Ja, en wat ik wel natuurlijk heb... Ik heb natuurlijk YouTube. Ja. En ik heb toen een video gemaakt. Die is bijna 500.000 keer bekeken. En daar heb ik 1000 euro op verdiend. Mm. Ja, dat is echt... En dat is dus heel verschillend. Want ik heb weekvlogs die 1000 keer worden bekeken. Ik heb bijvoorbeeld, ik had laatst in My Journey adventkalender. Die wordt dan opeens 10.000 keer bekeken. En dat verschil is zo groot. Want als je één video hebt die goed wordt bekeken. Dan heb je gelijk veel meer geld in de maand. Ja. Dus dat verschil is echt bizar groot. Dus soms heb ik... YouTube betaalt pas vanaf 80 euro per maand.
Maar ik heb meestal, heb ik sowieso meer dan 100 euro. Oh ja. Alleen, ja, ik kan het gewoon echt niet zeggen. Want sommige maanden heb ik 400 euro, soms 100, soms 300, weet maar je wel gewoon, zo. We kunnen er niet van rondkomen, maar het is een mooi extra. Ja, dat zeker. Dat is de conclusie. En wat ook zo is, je hoeft nooit kleding te kopen. Dat, dus is echt... Ik koop al een jaar gewoon geen kleding. Nou, oké, dat doe ik iets minder goed. Nee, maar want, ja, ik moet zeggen, omdat ik namelijk echt oh, ja, best wel veel kleding opgesteld, ja. Kunnen we wel gewoon zeggen. Dat is niet om op te scheppen of nee, wat dan ook. Maar het is gewoon zo. Maar ja. Daardoor merk ik wel, ook omdat alles in plastic verpakt is, ja. Dat ik me ook wel gewoon soms lullig voel. Dat ik denk, oké, okay, er komen nu 5 pakketten binnen. Alles zit in plastic. Alles is fast fashion. Ja. En ik denk, oké, okay, ik voel me wel lullig. Dus daarom heb ik wel echt van mezelf afgesproken. Ik koop echt zelf geen kleding, want anders dan vind ik het en gewoon slecht voor het milieu en vind ik het te gek worden. Ja. En ik zet alles wat ik niet draag, zet ik ook op Vinted, zodat het niet wordt weggegooid. Ja. En dat ik er nog meer aan bijdrage, want ik niet doe. Ja, dat is wel echt zo, ja. Ja. Nee, dus je kan, ja. Dus eigenlijk, en als je naar Instagram kijkt, heb je dus via influencers kan je best wel makkelijk betaalde samenwerkingen krijgen. Klopt, en de join ook. Ja, alleen het is gewoon ook maar net wat voor producten en... ja, hoe zeg je dat? Ik had via Shein had ik ook wel best wel vaak een betaalde samenwerking. Dat is echt chill. Ja. Maar daar stond dan niet helemaal 100% achter. Dus dat vond ik dan wel lastig. Dat snap ik. Maar bijvoorbeeld, wij krijgen Naked elke maand. Nou, dan heb je sowieso al 7-8 nieuwe kledingstukken. Ja, want Naked is altijd echt veel. Lovies heb je dan sowieso. Nou ja, dan hadden we nu 2 keer Most Wanted, had ik ook echt elke keer 8 items. Je hebt, elke keer is er wel... weer een andere samenwerking. Klopt. Maar het is heel verschillend wat je betaald krijgt. Ja. Maar je zou veel meer kunnen vragen. Maar ja, wat is ook chill is dat we alles op Vinted bij heel veel op Vinted zetten. En dat je daar dan ook weer een soort van, dat krijg je ook betaald. Ja, dus dat kan je ook lekker allemaal, tenminste dat zet ik allemaal opzij lekker. Oh, ik niet. Sparen! Ja, en natuurlijk als je beautyproducten of sieraden, hoef je dat ook niet te kopen. Dus dat scheelt ook. Klopt. Ja. Ja, nee, sieraden koop ik ook nooit meer. En jij hebt nu dat reisje natuurlijk gewonnen, dus heb je ook weer zoiets, snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, dat heeft niet echt... Ja, nee, maar het is wel random ingeloond. Ja. Oké, dus dat is een beetje wat we mee verdienen, of hebben we het nu een beetje karig uitgelegd? Via TikTok heb ik nog nooit wat verdiend. Alleen met live gaan kan je een paar euro verdienen. Oh ja. Ik heb wel eens een keer een campagne gehad waarbij ik dan een Instagram post plaatste en een TikTok video samen. Wie neemt deze? Jij mag hem. Die was voor jou. Ik had namelijk garnaal gegeten als laatste. Oké. Okay. En toen kreeg ik, ja, anders is het ook zo raar uitgelegd. Ik zeg wel ja, ook via TikTok. En toen kreeg ik volgens mij, wat was het? 200 euro, dacht ik. Volgens mij is het wel een beetje onze range. Vanaf 100, ik heb ook deze maand ook eentje van 50 bijvoorbeeld. Ja, ik vind het sowieso heerlijk als ik een bedrag krijg. Dan denk ik, ja, weet je. Voor content. Ik ben er één vergeten. Welke dan? Best wel belangrijke. Wat dan? Met die strips voor mijn tanden. Oh! Wat helemaal toen helemaal viral ging. Dat vond ik ook heel lastig, want... Nou, product werkt bij mij en ik heb nooit das gehad, maar je weet natuurlijk nooit wat bij anderen want doet. Andere mensen krijgen met van die soort van bolletjes, witte vlekjes op hun tanden. Ja, dat kan, ja. Dat zag ik wel eens. Ja, dus dat... En het was een natuurlijk product, maar ik kreeg daar ook... kreeg ik in ieder geval gewoon geld voor samenwerkingen en ook voor hoeveel mensen het dan gingen verkopen. Kopen. Hoe zeg je het ook alweer? Is dat een affiliatielinkje of zo? Nou, het was dus, volgens mij was het dat je mijn code kon gebruiken en dan kreeg ik 20 euro per pakje. Oh ja. En dat was echt best wel veel uiteindelijk. Wat goed. Ja. Ja, wat goed. En voor de rest zijn het best wel kleine bedragen hoor. Ja, maar dat vind ik ook niet erg. Vind ik ook niet erg. Want ik leren spullen vind ik ook wel heel leuk. Ja. Echt hoor, vind ik ook. Nou, ik denk dat we volgens wel mij een beetje... echt alles... Nou, niet alles. Maar nee, als er nog andere vragen zijn, kan je het achterlaten in de comments. Wij willen waarschijnlijk ook een TikTok-account aan tips. Ja, dan moeten we ook even delen. Dat wordt een projectje. Dus dat wordt helemaal leuk. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, doe zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik je snel weer bij een nieuwe video. Doei! Doeg!